Hallo serpentjes, ik ben Rik van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Mario Party DS. We zijn momenteel aangekomen bij het allerirritantste level van allemaal, want het is het allermoeilijkste level. Ik hou niet zo van uitdagingen. In ieder geval, welkom bij het prachtige, magische Kamek's Library. Kamek's Library of shakalakala, he he, waka waka wa, he he, hongadangada, tangdagadangda. It's time for Kamek's Library. Oké, genoeg gelachen, laten we beginnen. Mario and friends finally come within view of Bowser's castle, and our heroes are speeding toward it as fast as their little legs can carry them. When? Whoa! Good timing, little heroes. I have a big problem at hand. That nasty Kamek has trapped my granddad in this book. Ken je dat? Dat je opa heel diep in een boek zit, maar niet omdat hij aan het lezen is, maar omdat hij daadwerkelijk in een boek zit. Super ongemakkelijk. That knabbit, I've been stuffed in this blasted book. Help me! Find that cantankerous Kamek. Womp him good till he lets me out. Een prachtige doelstelling. Everyone jumps at a chance to be the big hero. And again, they'll settle it by scouting for stars. Who will be the superstar? Goed dat je het vraagt. Hey, nou ik heb dus echt een gigantische, brandende bloedhekel aan dit level. En dat komt voornamelijk door de manier waarop het level werkt. Dit level werkt niet gewoon met één plek waar één ster is die je dan kan vinden. Nee, nee. Dit level heeft drie magische potten. En in één van die drie magische potten zit een ster, in de andere zitten muntjes en in de andere zitten dood en verderf voor vrienden en familie. Ik weet niet meer wat er in die derde pot zit, maar wat je dus moet doen is telkens gokken van oké, die potten zitten ook heel ver bij elkaar vandaan. Dus je moet gokken, oké, ik pak de pot linksboven. Doe je er drie beurten over om aan te komen, is hij leeg. Zeg maar, ik vind het irritant in het spel dat het heel erg op kans is gebaseerd of je wint. Maar die factor van, oh, je kan alleen winnen door heel veel geluk te hebben, hebben ze nu echt 10-maal vergroot door je dit aan te doen. Een korte samenvatting is in ieder geval, het is verschrikkelijk. Echt waar. Oh, Peach gaat lekker die kant op. Ja, ga je voor die pot, Peach. Moet je even hoger gooien en niet zo hard falen. Dikke tip van papa Rik. In ieder geval, de sfeer van deze video is toch wel een beetje verpest. Laat ik hem iets beter maken met wat leuke, positieve, grappige onderwerpdingetjes. Ik wilde gaan praten over een hilarische 1 april grap. Dat is wel een soort van leuk onderwerp, hoop ik. Yay! Burger King heeft namelijk, wat ben je aan het doen Yoshi? Hij heeft ooit een hele leuke 1 april grap uitgehaald en het leek me leuk die grap aan jullie uit te leggen. Sowieso, sommige mensen snappen niet wat het verschil is tussen een leuke en een, dat ding geeft me wel heel veel geld, maar ik ga denk toch deze kant op. Tussen een leuke en een niet leuke 1 april grap, kijk. Een leuke 1 april grap is een grap dat als je die uithaalt op iemand anders, dat ze er achteraf om kunnen lachen. Dat is een leuke 1 april grap. En als je gewoon iemand in zijn maag stompt. En dit is denk ik ooit een keer bij mijn vader. Was hilarisch. Toen vroeg ik, pap, heb je een slaapzak? En mijn vader had toen, ja, hij heeft heel veel slaapzakken. Want we gaan heel vaak kamperen en zo. Dus het was dan, ja, ik heb al 3 slaapzakken. En toen sloeg ik hem zo bam in zijn ballen. Dat is denk ik een van de betere pranks die ik ooit heb uitgehaald. Hij kon er achteraf om lachen. Omdat de context met slaapzak zo leuk was. En ik sloeg niet zo hard in zijn piemel dat ik geen nieuw broertje had kunnen krijgen. Oh, ik ga deze minigame zo hard verliezen. Het is voetbal. Dat spel met die bal. B is slaan / schieten. I is paas. Ik ga toch niet pasen, dus dat scheelt. De paasbaas. Oké, ik heb mijn vingers echt helemaal uit elkaar getrokken. Schiet! Dit was toch ook tot schiet? Oh, jee, jee. Oké, schiet hem erin, gast! Schiet hem erin! Yes! Oh, wat fijn. In ieder geval, Burger King had ooit een reclame gemaakt voor hun 1 april grap. Dus hun 1 april grap was als volgt. Zij hadden een nieuwe burger. Ze hadden helemaal een reclame gekocht in een hele grote Amerikaanse krant. Van yes, we hebben een nieuwe burger bij de Burger King. Kom hem halen. Het is de linkshandige Whopper. Ze hadden gezegd, ja weet je, linkshandige mensen hebben toch altijd wel moeite met het eten van een Whopper. Dus hebben wij nu de linkshandige Whopper. De Whopper voor linkshandigen. Het is de Whopper, maar dan 180 graden gedraaid. Waardoor die beter te bereiken is voor linkshandigen. Terwijl het ding is rond. Je kan een Whopper op geen enkele manier linkshandig maken. Maar die dag echt heel veel mensen die de zaak binnenkwamen. Ja, ik wil graag een linkshandige Whopper alsjeblieft. McDonald's hadden soortgelijk iets. Die hadden een Australië staat ook wel bekend als Down Under, weet je, de plek aan de andere kant van de wereld waar alles ondersteboven is. Hadden ze dus als grapje de Big Mac Down Under, wat gewoon de Big Mac was, maar dan ondersteboven. Dus zeg maar de onderkant van broodje, de platte kant, was dan de bovenkant. En blijkbaar zijn er heel veel mensen. Dikke burger eet tip. Ik heb het zelf nog niet geprobeerd, maar als je een burger eet met de onderkant boven, dat schijnt fijner te eten, want de onderkant gaat minder snel kapot. Wat ben je aan het doen? Oh! Dat doe ik ook altijd. Super toevallig. What the fuck, Peach? What the fuck? Tot nu toe, ik sta in ieder geval nog niet achter. Ik kan ook gewoon eerste worden door gewoon het meeste geld te hebben. Alternatieve strategie. Heb gewoon het meeste geld van iedereen. Win de game. Oké, ik moet even heel hoog gooien. Dan kan ik die pot daar pakken. Sowieso, er zijn heel veel mensen hier in de buurt. Ik ben in de buurt. Ik moet hosselen. Ik leg daar even een vakje neer en dan krijg ik misschien een beetje geldmoney. Hopla, een 7. Is dat goed genoeg om bij dat ding uit te komen? Ik hoop het wel echt. Enter the shop. Misschien zijn er van die dingen waar je op een gegeven moment gewoon mezelf de sterke ding kan kopen. Sowieso een dubbele dobbelsteen is al fijn. En op deze map, waar je soms helemaal verdwaald bent, is een item waarmee je naar een willekeurige plek gegooid kan worden nog best wel fijn. Wat doet dit ook alweer? Random spot en dan rollen. Ja, dat is wel fijn. Als je echt helemaal verdwaald bent en je weet niet wat je moet met je leven, is dat wel fijn. Ik vind 2 items wel even genoeg zo. Ik zit even te denken aan andere 1 april grappen die ik ken. 1 april grap die eigenlijk gewoon een beetje naar is. Bij sommige douchekoppen, dan kan je ze maar de bovenkant eraf schroeven. Geniaal, ik ga trouwens naar rechts toe, want als ik naar links ga, dan kom ik voor mij op een Bowser vakje. Bij sommige douchekoppen kan je de kop eraf schroeven. Hilarisch, doe er dan een theezakje in en dan wordt iemand helemaal ondergedoucht met thee. Is in principe nog best een leuke grap, want je bent toch wel aan het douchen, dus je gaat er niet dood van. Het is niks ernstigs. Maar sommige van die YouTube pranks waar je gewoon kut aan doen bent, die zijn een stuk minder leuk. Eigenlijk op zijn eigen vakje. Geef jezelf een knuffel, man. Geef jezelf een knuffel. Je hebt het verdiend. Ik heb ooit, toen ik denk 6 was in groep 2... Zit je als je 6 bent in groep 2? Vast wel ongeveer. Had ik een hilarische prank uitgehaald. Wat ik had gedaan was, ik was in de lerarenkamer gesneakt en hadden ze een potje met suiker staan. En weet je wat ik toen deed? Ik had een krijtje van het schoolbord in de suiker gedaan. Dit is debiel, want als je suiker in je thee of koffie aan doet, dan zie je meteen... Huh? Wat doet dit krijtje erin? Ik had het krijtje niet tot een poeder gemaakt of zo. Nee, nee, gewoon echt nul moeite. Het was gewoon, huh? Waarom zit er opeens een krijtje in de suiker? Dus sowieso dat geen enkele leraar een heel krijtje in zijn mond heeft gehad en toen ernstig verstikt is. Dat is niet gebeurd. Oh, deze minigame heeft keihard gedomineerd. Dat is dan wel weer fijn. Dus ja, mijn pranks waren nooit heel succesvol. Ik heb deze prank ooit al verteld, maar er was ook een jochie die had laxeermiddel waar je van die flinke diarree van krijgt in zijn moeders drinken gedaan. Wist hij veel hoeveel. En toen heeft ze dus flinke scheiterij gehad. En is op de wc overleden aan een hartstoornis door de mega-diarree. Fun fact. Als je een prank gaat doen en iemand willekeurig hoeveelheden geneesmiddelen toe te dienen. Check even hoe dat werkt. Ook al ben je 10. 1 april is het nog wel een mooie dag. Een mooie dag. Ik ben keihard geprankt. Ik was aan het chillen. En opeens was er een jochie die zei tegen me: Hé meneer, je veter is los. En toen keek ik en hij lachte me keihard uit. Ik dacht, ja, ik verdien dit. Ik ben een monster en alles wat mij momenteel overkomt is volledig mijn schuld. Dankjewel, kleine man, voor erop wijzen dat ik nog steeds niet normaal na kan denken, blijkbaar. Oké, gaat even die dubbel dice gebruiken en gewoon even die pot pakken. De kansen zijn redelijk hoog dat er een ster in zit. En ja, dat wil ik toch wel eventjes. De kansen zijn 50%. Misschien. In principe, ik ben eventjes heel simpel met kansverdeling. Alsjeblieft, stop die ster erin, dan kan ik nog een soort van winnen. Yes! Oh! Het kan nog! Het kan! Ik sta voor in principe, niemand anders heeft de ster. Nu verplaatsen al die potten weer. Allemaal naar boven. Weet je wie er is? Peach. Weet je wie een hoer is? Peach. Wat toevallig. Had ik nu maar een item waarmee ik net Peach kon teleporteren. Ja, zo'n feest is het nog eventjes niet. Ik heb zomaar het gevoel alsof Peach die andere ster gaat pakken, maar... Hey Peach, ik heb nog steeds meer geld dan jij. Eyo. Oh, wacht. Voor mij kan ik nu meteen naar dat eiland teleporteren waar Peach ook is. Dat is fijn. Item shop? Ja, in principe. Ik heb ook een -1 ster heks. Die kunnen we ook nog eens heel tactisch in gaan zetten. Vooral als je gaat cheaten. Jullie weten dus dat wat je gooit in een beurt staat vast. Dus je kan gewoon, als Peach zo meteen gooit. Stel Peach heeft een ster en ze gooit zo meteen. Dan weet ik, oké, Peach gooit 6. Spoel ik de game weer terug. Leg ik het precies neer op het vakje waar ze uitkomt. En dan gooit ze nog een keer 6. Boem, heb ik een ster. Dus als je echt boos bent op de game kun je er echt helemaal doorheen cheaten. Maar we gaan het gewoon even netjes spelen. We gaan ook naar dat eilandje waar Peach nu is. En dan gaan we een feestje bouwen daar zo, denk ik. We komen namelijk daar uit. We hopen gewoon dat Peach heel weinig gooit. Ik heb die dubbele dice. Wordt 1 groot feest. Oh, je moet een lijn trekken waar je heen wil. Die kant op alsjeblieft. Is dit goed? Telt dit? Drie lijnen, is dat ook goed? Ja, ik ben in ieder geval de goede kant op geteleport. Nice. Een beetje uit de losse pols. Ik had trouwens nog een ander leuk soort van leuk verhaaltje. Er was ooit een vrouw. Ja, er zijn sowieso ooit wel eens vrouwen. Ik ga het niet ontkennen, vrouwen zijn een ding. Er was een vrouw en die was zuster in een ziekenhuis. En ze maakte zich zorgen. Want zij was bang dat haar scheten... Dit is echt waar. Zij was bang dat haar scheten misschien zorgde voor bacteriële, zeg maar, contaminaties. Zeg maar, besmettingen op het materiaal. Dus zeg maar dat, oh nee, deze naald is nu vies, want ik heb een scheetje gelaten. En oh, deze jas zit er eigenlijk bacteriën op, dus dat moet ik eigenlijk niet doen. Ze maakte er heel erg zorgen om. Dus ze ging naar de artsen toe van, ja, maar kan ik scheetjes laten? En die artsen wisten het eigenlijk niet. Van ja, kan ze scheetjes laten? Toen hebben ze een test gedaan om te checken of ze... Of scheten, zeg maar, zorgen voor... Fuck. Fuck! Dude! Oh yes, ik ben op het einde. Toen hebben ze een test gedaan. Ze hebben een petrischaal gepakt met wat agar. Gewoon een soort voedingsbodem met wat shit erin. Daar groeien bacteriën heel fijn op. En nog eentje. Toen heeft... op de ene heeft de zuster gewoon een scheetje gelaten. Zo met de broek naar beneden, zo paats. Hebben ze die op kweek gezet. En op het andere schaaltje liet ze ook een scheet, maar dan met haar broek aan. En toen gingen ze kijken van, nou... werkt je broek misschien als een soort filter voor de scheetjes? Of kunnen bacteriën daar toch op een manier doorheen? En de conclusie was dat in beide situaties was het scheetje toch wel een aantal bacteriën. Maar Peach is een hoer! Oh! Oh, ik dacht dat ze misschien nog een keer mocht gooien of zo. Nee, ze heeft alleen 4 gegooid. Wel fijn dat ze maar 4 heeft gegooid. Ik kan ze alleen die eerste doos openmaken. Alsjeblieft, stop hier de ster niet in. Als je van me houdt, game, zit hier de ster niet in, maar wel dood en verderf. Nou, kut. Oh, jee. Peach, you motherfucker. En vooral als nu dan, zeg maar, al die dozen weer naar beneden gaan, waar ik niet ben. Oh, dat doet pijn. Nou, we kunnen diegene daar pakken, dat is in ieder geval iets. Gaat goed, Rik. Adem in, adem uit, adem alle kanten op, all about. De moraal van het verhaal is in ieder geval dat het broek werkt redelijk als een filter. Een aantal scheetjes die... Wat de fuck is dit? Is dit goed? Wil je dit? Nou, ze krijgt echt alleen maar van die hele slechte dobbelstenen. En ze wordt van plek gewisseld met Yoshi, wat alleen maar kut is, want dan kan Peach hier ook nog een beetje dingen doen. Shite. Oh, Yoshi is ook opeens hier. Nee, Yoshi, ga weg. Oh, het is geen geld om die pot te kopen, joh. Fijn. Hij gooit ook 1. Oh, wat zijn jullie allemaal aan het doen, jongens? Gewoon even een vraag over de hele manier waarop je dit spel spelen. Al je items verplaatst met troep. Dat is jammer. Oh, en nu ben ik opeens daar. Nou. Een groot feest, denk ik. Oké, nou is de vraag. Gebruik ik die dubbele dobbelsteen? En kijk, het ding is, als ik echt... Ik moet hoger dan 2 gooien. Ik risk dat wel. Dat kan ik wel. 4. Gelukkig. Dat scheelt mij een dubbele dobbelsteen. Alsjeblieft, stop hier even de ster in. Als je van me houdt. Maar de broek werkt dus in ieder geval als een filter. Ah, lekker dan. De broek werkt als een filter. Maar er was dus nog ook wel wat kweek op de bebroekte versie. Dus... Moraal van het verhaal, als je een scheet laat, doe je broek aan. Dan help je de omgeving mee. Yes. Oké, in principe, als daar nou gewoon weer de ster in zit. Als ik gewoon iedere beurt een ster krijg, dan win ik vanzelf. True story. En to the shop. Ik heb niet eens zo heel veel geld momenteel. Big money, man. Heeft niet eens zoveel big money. En ik heb ook al 3 items, dus laat maar. Het is goed zo. We gaan zo meteen even kijken of we Peach nog kunnen nemen op een niet-seksuele manier. Door haar nog even dat vakje te laten komen. Ik had nog één klein verhaaltje. Daar moet ik een beetje aan denken door dit level. Er liggen hier en daar wat voorwerpen, zoals een mooi klokje en zo, verspreid door het level. Ik weet niet of jullie wel eens hebben gehoord van antieke gouden eieren. Het zijn een soort... ja, voor mij waren ze vroeger gemaakt voor Russische... hele belangrijke Russische mensen. Zeg maar echt tsaren en dat soort dingen. Het is een soort gouden ei dat open kan. En er zit een soort klokwerk in en allemaal juwelen en smaragden en al die bullshit. Dat is een soort dus een ei... Wat echt heel moeilijke craftsmanship was voor die tijd. Echt heel veel handvaardigheid. En er was ooit een man. Die had zo'n ding in huis. Hij had hem ooit gekocht. Had hem ooit gevonden ergens of zo. En hij wilde hem eigenlijk verkopen aan iemand die hem om wilde smelten voor goud. En het moraal van het verhaal was in ieder geval. Iemand anders had het ding van hem gekocht voor €10.000. Nou mag je een gokje doen hoeveel ze waard zijn. Hint. Voor mij was het 11 miljoen waarvoor die verkocht is. Ah, dat is balen. Even kijken. X is klimmen en Y en A is draaien. Als het goed is staat er iedere keer gewoon in beeld. Druk op X, druk op Y, druk op A. Dus in principe kan ik dit winnen. Het is gewoon teamwork. Precies dat ene ding wat ik echt niet kan. Ja. Yeah. Maar het is wel met Waluigi. We hebben ook dat potje voetbal gewonnen samen. We zijn bro's, man. Oké, ja. Dan moeten we hier op een gegeven moment... Twee keer draaien. En dan gewoon weer omhoog. Omhoog! Omhoog zo snel als je kan. Alsjeblieft. Dan moeten we hier ei doen. Ah, oké. We lopen echt... Ik wil zeggen, we lopen gelijk. We lopen zelfs achter. Shit, man. Hier moet je ei doen. Oké. Fuck! Hoe moeten we dit ook nog sneller doen? Hoe doen ze dat zo snel, joh? Nee! Fuck jullie, bitches! Nee! Kut! Malai! Malai! Mijn leven! Had ik al Malai gezegd? Want dat is wel wat er aan de hand is. Fuck jou, Peach. Ik heb 1 ster meer dan jij. Boom. Als Peach gewoon geen sterren meer krijgt, dan komt het allemaal goed. Dus ik zou het leuk vinden als alle andere bots nu gewoon sterren pakken. Maar ik heb hier een slecht gevoel over. Een slecht gevoel in mijn onderste buikje. Oh, het kut is ook, Yoshi heeft nu geld, dus hij kan die andere pot kopen. Pot verdikken me. Oh, is ook 50% kans die er ster in zit. Muntjes, muntjes, muntjes. Yes! Oké, nou is het ding, Yoshi gaat dus nog die andere ster kopen, want Yoshi mag voor mij gooien. Yoshi, heb je wel eens 1 of 2 gegooid? Yahoo! Wil je het proberen? Ja, natuurlijk, Rik. We zijn bro's, toch? Ja, toch. Oké, bro, je moet even 1 of 2 gooien. Kom op, je kan dit. Oh, hij gaat er ook echt voor. Oh, hij gooit 3. Wat een pech, wat een pech. Kom gewoon niet. Kan ook, hè. Zeg maar, niemand verplicht jou momenteel om deze bak te... Oh, godver. Nou, daar zit een ster in, ja. Dat kan ik je ook wel vertellen. Nou, kunnen we Yoshi eventjes gaan kapot maken? Door gewoon te gokken waar hij zo meteen uitkomt. Hij is op het groene blokje aangekomen. Ja. Oh, kijk, er zijn wel een aantal van die potjes hier. Dat is fijn. Eentje. En niet echt een hoge hoeveelheid. Maar het is goed. Ik denk dat Yoshi hier weg wil. Maar we gaan hem trappen. Er zijn sowieso al vaak mensen hierboven. En bijna iedereen heeft een ster momenteel. Wat zit er in een mooie blok? 18 munten. Nou, gast, word even miljonair of zo. Ja, toch? Mijn voorstel is om mijn sterrensteelblok daar te plaatsen. Daar zo. Als Yoshi weer die mini-dobbelsteen gebruikt om weinig te gooien, want daar willen we waarschijnlijk vanaf, dan is de kans die daaruit komt redelijk groot. Oh, dan kan ik geen dubbele dobbelsteen gebruiken. Dat is onhandig, want dan had ik meteen die doos kunnen pakken. En Yoshi heeft nu genoeg geld om die doos... Oké, dat was echt een heel slecht idee. Oh, we kunnen wel weer weg. Dat is fijn. Waar wil ik heen? Ja, in principe naar onder toe, I guess. Gewoon daarheen of zo. Ik kan mezelf ook naar de ster toe gooien, bedenk ik me nu opeens. Maar er zijn onder meer sterren, dus kijk, dat is goed. Alleen even hopen dat Waluigi het verneukt. Gast, gooi. Heb je wel eens 1... Ja, precies. Heb je wel eens 2 gegooid? Nou, nu wel, Rik. Nou, prachtig. Helemaal leuk voor je. Hoe werkt het met die 2 star hacks? Moet ik daar zelf opkomen? Of wordt het ook echt bedreigend als andere mensen erop komen dat ze ook 2 sterren krijgen? Want dat is niet echt de bedoeling, hè? Nothing to lose. Deze minigame, ik snap het niet. Echt waar, ik verlies dit altijd, want... Je hebt turn left, turn right. Prima. Alleen, het werkt gewoon echt niet. Of zo. Ik snap deze minigame niet. Ik ga eerlijk met je zijn. Zeg maar, moet ik dit zo doen? Of hoe moet ik die bocht, zeg maar, nemen? Hoe moet ik de bocht ook nemen? Of ik nou links of rechts doe? Ik ga er sowieso langzaam doorheen. Oh, nu gaat het wel goed. Dat is rechts. Ja, ik ga nu sowieso verliezen. Daar niet van. Alhoewel, ik maak alweer meters. Ja, kom op, Rik. Het kan nog. En meestal ging deze minigame verschrikkelijk slecht. Oh, kut. Kut. Welke toets? Ik moet drukken. Help. Huh? Zie je wat ik ook doe? Het werkt allebei niet. Zowel links als rechts geeft me gewoon poep. Maar ik heb het gewonnen om een of andere magische reden die ik liever niet mag bespreken. Sorry FBI, andere keer weer. Ik ben de superstar. En iedereen die zegt dat ik dat niet ben, fuck jullie. In principe voor het slechtste level en mijn grootste nachtmerrie combined. Het gaat nog goed. Peach kan zelf nog 1 ster pakken en heb ik alsnog gewoon meer money geld. En lieve mensen, dankjewel voor het kijken van deze aflevering van Mario Party DS. Kom de volgende aflevering terug, want dan weet je of ik dit spel ga winnen of niet. En dan als we de volgende aflevering winnen, dan nog 1 level. En dan heb ik de game uitgespeeld. Oh, ik ben de serie af. Soms wel, soms wel. Dankjewel voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Tot de volgende aflevering. Doei!